Dinsdagmorgen vertrokken 10 liftduo's vanaf de Wommelse Gymbar naar het Schotse Stirling. De opdracht is simpel. Probeer als koppel zo snel mogelijk naar de eindbestemming te liften. Het is al de 9e keer dat de liftwedstrijd vanuit Wommels wordt gehouden. Tot nu toe werd steeds op de nieuwjaarsmorgen gestart, maar omdat het met de vrije dagen beter uitkomt, werd deze keer al 2 dagen eerder vertrokken. Hoe gek kan je zijn? Hoe hebben jullie dit ooit bedacht? Ja, dat is hier om deze bar dat een keer betocht. Wij dachten het is leuk om eens een keer een leuk avontuur met een groep vrienden te beleven. En toen hebben we de kaarten bijgepakt. En toen dachten wij, Sjuggewiet als eerste in Milaan is. En toen hebben we dat gewoon met die. En dat is nu dit is de 8e keer. Maar normaal doen jullie het altijd op 1 januari? Ja, maar omdat nu 1 januari, dat is nou vreed. En dan de man is erop, dan begint de werkweek alweer, dus dan is dat wat te kwaad. Dus we toch vieren we emotioneel altijd naar in het boetenloon, en dat is ik wel eens leuk. Dat is wat anders. Hoe gaat zoiets onderweg? Ik ben supporter, ben ik. Je bent supporter? Ja. Maar je lift ook mee? Ik lift niet mee, ik ben 1 keer in Hamburg gelift. Oké. Dan had ik de eerste prijs afgeleid. Oké. Ja. Heb ik daar wel afgetroefd. Oké. Maar hij is een echte globetrotter en wij zijn eigenlijk wel een beetje geïnspireerd door Atenvellinga. Die man heeft al een heel soort van een wereld zien. Dus dat vond wij, liek is ik mooi. Is het niet vreselijk om inspiratiebron van zoiets geks te zijn? Dat is nu veel te koud. Dat kan ik me voorstellen. Nou gaan jullie deze keer naar Schotland. Dan moet je het water over. Hoe zijn de spelregels daarvoor? Nou, in principe moet je gewoon voor de oertocht betellen. En west die oertocht dos maar de boot, dat moet je zelf weten. Dus kist van Hoek van Holland naar Harrods gaan of IJmuiden, Newcastle. Maar kist ik Calais over en dan heb je de meeste kilometers door de dijk. Maar ja, dat is even de tactiek die bepalend is voor de overwinning misschien. Ja. Zijn er nog vaste mensen die elke keer weer winnen? Nou, er ben wel een peer die we gauw eens winnen, ja. Ja, dat klopt, ja. Wie zijn dat? Nou, dat ben Jerk bij. Ja. Welke tactiek pas je dan toe? Nou, een hele leuke, mooie vriendin, dat kan helpen. En ja, mis geluk hè. En een kist een peer ding en een kist toch. Ze nou dan even trots zet dat Noor misschien ophoudt. Maar het is een portie geluk, een portie voorbereiding en een leuke vriendin. Ja. Hier verwacht je ze terug? Ik verwacht ze 1 januari weer terug. Ja. En dat, ik heb begrepen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ja, dat klopt. Dus in de nacht van 1 op 2 januari, dan komen wij terug. Ja. Ja. Wanneer hoop je daar aan te komen? Hoeveel tijd heb je nodig? Ja, volgens mij is het iets van 1300 kilometer. Dus dat je gewoon nou in Jochen in de auto zit en dan zoen je de s'nachts, vannacht tolleboeren wijzen kennen. Nou ja, dan wat wachturen erbij op telt natuurlijk. Dus dan hopen we morgen. Dat is... ergens morgen te morgen. Dan mag je tegenwoordig niet meer langs de Rijkswegen liften. Nee. Dat was in mijn tijd anders. Ja. Hoe doe je dat? Tankstation naar tankstation, dat is de tactiek. Mensen even aanspreken, het verhaal uitlezen. En dan heb je meer kans als echt maar de Tom op de vluchtstrook is. Ja. Dus. Jaring gaat het voor ons volgen, we gaan eens even met hem praten. Doe dat, want hij was volgens mij vannacht 3 uur op bed. Dus ik ben benieuwd hoe het met Jaring komt. Jaring, hoe ga je nou hier verslag van maken? Ja, dat wordt een heel kawaii, maar dat gaat zeker lukken. Ik heb een iPhone mee met internet. En vanuit daar ga ik meteen foto's op een site zetten en video's. En daarnaast hebben we een laptop mee. En dan gaan we ook met de andere camera gaan we onderweg video's uploaden naar stuurder.nl en de site van SDS. Maar jij gaat als laatste vertrekken, heb ik begrepen. Ja, dat doe ik ieder jaar. Want ik moet, zoals je ziet, ik moet nu ook nog foto's maken van een groepsfoto. Dus ik ga zo meteen eerst met mijn broertje naar huis. Gaan we alles versturen. En dan, als iedereen hier weg is, dan beginnen wij nog eens. Ja, dat klopt. Is dat geen handicap of maakt dat niks uit? Nou, voor ons is het ideaal. Dan is het meteen lekker rustig aan de kant van de weg. En dan kunnen we ze meteen in gaan halen, hè. Heb je wel eens gewonnen? Nee, ik heb nog nooit gewonnen, nee. Ik doe nu voor de 7e keer mee. Dus ik weet nu hoe het niet moet, dus daarom gaan wij nu winnen. Hoe laat vandaag denk je aan te zijn in Schotland? Nou, we hopen om 9:00 voorbij Londen te zijn en dan zitten we op de helft. En als we dan de hele nacht doorleven, dan zijn we morgen vroeg, als het goed is, in Schotland. Welke route ga je nemen? Nou, wij gaan via Dover-Calais, we gaan alles liften.
En ja, dat hangt even van de overtocht af, wat voor lift we krijgen. Of we met de boot gaan of met de trein. Oké, ze staan allemaal klaar. Je moet op werk, joh. Ja, inderdaad. Ja, dankjewel.